periodetitel voor GDA en Velo. SVC 08 en te werven in evenwicht. En Vormsport ruim langs Westlandia. Dit en meer dadelijk na de reclame. Als we gaan terugblikken op het zaterdagvoetbal. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speelbewust 18 plus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het voelt goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen. Geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Weekend. We gaan terugblikken op het zaterdagvoetbal. En dat doen we weer met onze vaste analisten René Pas en Hans Verlaar. Heren, hartelijk welkom. René, startend in de vierde klasse. Vierde klasse D, GDA tegen Quintus. Ja, het was genoeg om een periodetitel binnen te halen. Ja, mooi succes voor GDA. Zeker wel verdiend. Alleen ja, er zitten toch nog wel een paar ploegjes op het vinkertouw. Loosduin en BMT zitten er vlak achter. Maar voorlopig hebben ze die in de knip zitten en gaan ze sowieso na competitie spelen. Toch leuk. Ja, over BMT gesproken. Die spelen dan in het Zuiderpark tegen HPSV. HPSV dat het dit seizoen toch anders doet dan voorgaande jaren. Maar het is wel een knappe prestatie om daar BMT op gelijke hoogte te houden. Ja, zeker. En wel leuk voor HPSV, wat niet zo denderend liep, dat ze nu toch loon naar werken krijgen. En wanneer kun je dat beter aangrijpen dan tegen een van de koplopers? Want BMT stond op de tweede plaats. Voor BMW heel erg tegenvallend, maar voor HPSV natuurlijk leuk. Eerste overwinning van het seizoen, dus gegund. Ja, nou goed, we gaan binnenkort eens met de trainer van HPSV hier aan tafel praten in ons programma Haaglanden Voetbal aan tafel. Gaan we in diezelfde klasse, Houtwijk tegen PGS Vogel. Ja, Houtwijk, de ploeg van Eke Korte. Eind van het seizoen gaat hij trouwens weg. Ja, presteert nog niet zo gek veel natuurlijk dit seizoen. Nee, maar voor PGS die dure valt punten. Valt dat tegen? Dat valt tegen, ja. En wat me ook tegenvalt, dat Eke, het is, nou, we zijn al 3 maanden bezig. Ja, en dan ga je contract al opzeggen. Dan moet er toch wel meer aan de hand zijn, denk ik hoor. Want normaal gesproken is Eke een jongen die toch wel wat langer bij een club zit. Dat weet Hans ook wel. Hè? Ik hoor zijn naam noemen, althans wordt in verband gebracht met mogelijk Vredenburg. Want daar gaat nu Vita Lorente weg. Hij gaat weg, ja. Maar ik vind het toch wel verrassend dat hij na 3 maanden het gaat opzeggen. Ja. Het initiatief is wel van Houtwijk zelf uitgekomen, wat ik begrepen heb. Okay. Dus op zich wel verrassend, want ze hebben een leegloop gehad en ze hebben een matig elftal. Eerlijk is eerlijk. En Eke moet allebei zeilen bijzetten om daar het organisatiepoten te houden. Is niet gelukkig de laatste jaren met zijn keuzes. Hè? KSD heb je toen gehad ook. Ja, het was nog een beetje protégé van jou een jaar of 10 geleden volgens mij. Ja, ik heb hem nog een keer naar Schavenzander gehaald. Ja. Nou goed, gaat afwachten wat het allemaal gaat worden. Competitie is in ieder geval nog lang. Wij gaan naar de vierde klasse C. KSD Marine afgelopen week. Midweeks pakt dus nog een punt bij Laakkwartier. Dat was knap. Nu gaan ze tegen Ariston 80, de koploper. Ja, met duidelijke cijfers onderuit. Ja, Ariston ongeslagen onder Martin de Graaf. Dat gaat natuurlijk hartstikke goed. KSD is terug te vinden in de middenmoot. Sajan de Taal was dat in de rust ze hun grensrechter moesten vervangen. Op last van de scheidsrechter. Dus ja, goed, die hebben geprobeerd nog op een slinkse manier toch nog misschien iets erbij te halen. Maar dat is niet gelukt. Nou, bovendien zullen Sef, Ariston en Laakkwartier waarschijnlijk de dienst uit de gaan dienst maken. Uitmaken, ja. En die gaan de hoofdprijs verdelen, denk ik. Ja, want over Sef gesproken. Sef dat had natuurlijk weinig problemen in Delft met DVC. Maar ja, dat wisten wij eigenlijk vooraf wel. Ja, dat wisten we vooraf. En wat Hans ook zegt. Kijk, die drie ploegen hebben echt een afscheiding. En tussen die drie ploegen gaat het gewoon. En ja, Sef heeft dan een wedstrijdje minder gespeeld, maar in theorie kunnen ze ook gelijk met Ariston komen. En Laakkwartier zit ook een beetje op het vinkertouw. Ja, die hebben van de week gelijk gespeeld dan. Dat is wel jammer, want dan hadden ze er helemaal bij gezeten.
Maar in ieder geval, het is bijzonder spannend in die afdeling, Ton. Bovendien, goede zaak. Gaan wij naar de derde klasse. Beginnen we in de derde klasse B. Ja, Wateringseveld Kranenburg heeft al een periodetitel binnen. Speelde dan nu op eigen veld tegen de Hekkensluiter, HBS6 uit Schiedam. Ja, dan is 3-1 eigenlijk maar weinig, denk ik. Ja, en wat ik begrepen heb, was het volgens hun eigen zeggen een draak van de wedstrijd. Ja, en de tegenstander had eigenlijk gewoon nummer laatst, had te weinig kwaliteit om het überhaupt Kranenburg lastig te maken. En daar hadden ze eigenlijk goed bij, want zelf gaven ze niet echt thuis. Zie je vaak al wanneer de ploeg een periodetitel binnengehaald hebt of een kampioenschap binnengehaald hebt, ben je de volgende wedstrijd altijd wat minder scherp. En vooral als je tegen de onderste speelt. En dan tegen de onderste, ja. Dat motiveert niet helemaal. Dus snel vergeten, eentje in de categorie rot maar vlot, denk ik. Zeker. Kijken we naar... Niet rot maar vlot, dat was eigenlijk de uitdrukking van Loof. Het gaat nog steeds op. Ja. Goed, Duindorp SV op eigen veld, op houtrust. Verliest van Lira. Lira, de enige ploeg, denk ik, die nog een beetje het spoor blijft van Wateringseveld. Ik denk toch dat langzaam maar zeker gaat de voorsprong wel groter worden van Wateringseveld. Want Lira loopt nog eens een keer tegen een ketser op en dat zie ik toch niet zo gauw gebeuren bij Kranenburg. Ze verloren trouwens ook de thuiswedstrijd ruim, hè, van Kranenburg. Ja. En Duindorp zit nu toch een beetje in de gevarenzone natuurlijk. Hè. Ja. Die hebben de laatste weken weinig punten verzameld. Hè. Hebben ze een goede start gehad. Ja. En vallen nu toch behoorlijk ver terug. Naaldwijk tegen Quicksteps. Het gaat niet zo lekker met de ploeg van Chris Treling. Naaldwijk, maar aan de andere kant, Quicksteps, toch wel knap daar op de hoge bomen. Zeker. Zo mooi winnen. Ja, Naaldwijk heeft tussendoor nog een aardige serie neergezet, maar die verliezen nou ook weer twee keer op rij, geloof ik. Ja. Ze zijn beide terug te vinden in de middenmoot. Spelen toch wel op de een of andere manier toch nog even een bijrol. Het is een knappe overwinning om 3-0 bij Naaldwijk te winnen. Ik heb begrepen dat Quicksteps een of andere Bulgaren binnen heeft zien lopen. Malinov, ik weet niet zoiets hoe die heet. Maar goed, die maakt zijn debuut en die scoorde gelijk twee keer voor de club. Dus daar kunnen ze misschien nog een hoop plezier aan beleven. Dat is lekker als dat binnenkomt wandelen natuurlijk. Ja toch? Maar en Frans Danen of zo, Nick Danen, die scoorde ook. Hij schijnt rekkelijk te kunnen zingen ook. Ja. Hij schijnt te zingen. Ze hebben aanstaande zaterdag een feestavond en dan gaat hij optreden. Gaat hij zingen, ja. Inderdaad, dat is toch gezellig. Je zorgt dat de spelers zorgen voor de derde helft. Ik heb Frans nooit horen zingen hoor, dus ik ben benieuwd. Laat het maar niet doen. Derde klasse A dan, DSVP, dat speelde thuis tegen Alfia. En ja, dat was eigenlijk de enige ploeg uit de regio in die klasse die de volle buit wist te pakken. Ja, maar het was dan nodig ook. En Alfia is een middenmotor en DSVP is nou een beetje opgeschoven. Maar het was echt noodzakelijk, want anders hadden ze ook naar beneden moeten gaan kijken. Dus wat dat betreft is die overwinning wel welkom. Ja, aan de andere kant DWO, dat valt er weer zwaar tegen op eigen veld tegen Zwammerdam. Verliezen trouwens ook BSC in blauw, zo pakte niet de volle buit, maar goed, DWO op eigen veld. Ja goed, wat er bij DWO het gebrek is dat ze ervaring missen in het team, wat ik begrijp. Het team van Richard Urgat, dus dat breekt ze op. En ja goed, ze staan 2-0 voor en ze verspelen die ruime voorsprong verspelen ze en alsnog gaan ze de Bietenbrug op. Ja. En ja goed, dit was tegen een directe concurrent. Van tevoren was al bekend natuurlijk dat DWO het moeilijk zou krijgen. Maar ja, dan moet je dan dit soort wedstrijdjes wel je punten bij elkaar halen. Zeker. Goed, gaan wij eens kijken in de tweede klasse. Tweede klasse D om te beginnen. Daarin speelt als enige vertegenwoordiger Vitesse Delft. Moest op bezoek bij Sparta. Sparta dat hoog geclasseerd staat. Nummer 3. Dan denk ik een gelijkspel voor de ploeg van John Hagen. Dat is niet verkeerd. Nee, zeker niet. Hè. Omdat Sparta op derde plaats staat, die kijken echt mee naar de top toe. En ja, Vitesse heeft natuurlijk de puntjes bijeen gesprokkeld. Ik denk dat het een mooi ruggensteuntje is voor het vervolg van de competitie, heb ik voor de IDD, voor Vitesse. Dat moet wel even een push geven aan ze. Ja, en belangrijk is dat ze nu ook even een serietje neer gaan zetten. Ja, dat is het enige kans om inderdaad onderin weg te komen. Ja, ze moeten voor die winnaars op tunnel wat extra, twee keer winnen of zo. En dan nog een keertje gelijk spelen. En dan hebben ze in ieder geval weer wat lucht. Goed, kijken we in de tweede klasse C. Een debutant, Velo, pakt wel gelijk de eerste periodetitel. Ze winnen met duidelijke cijfers bij Berkel. Ja, en die doelpunten kwamen ook pas de tweede helft tot stand. Dus misschien lijkt het iets makkelijker dan dat in werkelijkheid geweest is. Opvallend is, ze pakken de periode, maar ze zijn ongeslagen. Maar bij 4 gewonnen wedstrijden en 4 gelijke spelen. Dus toch wel frappant. Ja. Dan bleek het dan toch wel dat het bovenin een beetje bij elkaar zit. En ze zijn natuurlijk geholpen door het verlies van UVS. Ja. Anders had die periodetitel nog aan hun neus voorbij kunnen gaan.
Maar goed, waarschijnlijk dwingen ze dat af en felicitaties gaan naar Edwin Vurens en zijn mannen. Zeker weten. Dan SV 35 in diezelfde klasse speelde thuis tegen Te Werven. SVC 08 een beetje in een moeilijke periode. Te Werven was weer een beetje opkomend. Ja. Het blijft dan gelijk 1-1, allebei 11 punten. Maar als je dan naar de ranglijst kijkt, dan is beide geld, jongen, je moet nu wel gaan winnen om de aansluiting te houden. Maar wat Hans net zegt, kijk, bij de eerste vijf ploegen is één punt verschil maar in die afdeling. Met Velo en de opvolgers die daarna komen. Dus ja, als je die wedstrijd wint, dan zit je er zo weer bij natuurlijk. Dus wat dat betreft, een Twerve is inderdaad een beetje aan het terugkomen. Ja. En SVC had het hard nodig, het puntje. Zeker, daarom is het wel lekker dat je in ieder geval niet... Maar jij speelt thuis, hè? Dus dan wil je toch wel graag de wedstrijd winnen. Eerst zelf was wat voor Twerve. Tweede helft hebben ze goed gespeeld, SVC. Ja. En hebben dus duidelijk verdiend. Hadden ze iets meer hadden kunnen moeten, hadden moeten winnen eigenlijk. Ja, ja, zeker. DSO, dat speelde in Zoetermeer op Bentwoud tegen Soccer Boys. Ja, DSO kan de draai ook nog niet vinden. Dus ja, die winst is nu al was wel broodnodig. Ja, die was broodnodig. Anders hadden ze voorlaatste gestaan, geloof ik. Nu krijgen ze weer de aansluiting. Wat ik begreep stond Jesper Hogendoorn op doel. Dat is normaliter de keeperstrainer. Trainer, ja. Ex-Kickboys en nog oud-prof bij Feyenoord geweest. Ja. Normaal staat Roger Takke daar, geloof ik, als de keeper. Ja, maar die was twee weken geleden geblesseerd en verleden week viel Hogendoorn al in. En de trainer Biesheuvel die heeft ervoor gekozen om Hogendoorn te laten staan. Ja. En het heeft goed uitgepakt, dus compliment. Goed, dan de eerste klasse B. Forum Sport speelt thuis tegen Westlandia. Nou goed, Forum Sport wist van we moeten sowieso winnen. En dan even afwachten wat SHO gaat doen. Maar goed, de mannen van Bas Stevens hebben het heel goed gedaan, de jonge ploeg. Ja, ze wonnen wel met ruime cijfers. Ik denk wel dat ze gewoon mee blijven doen voor het kampioenschap. Want ik bedoel, het is toch een mooi resultaat. Maar ja, ze staan er nog heel kort bij. Ze staan wel met lege handen. Ja, ze staan drie punten achter. Dus dat is nog niks eigenlijk. Maar dat is in die hele afdeling natuurlijk op het ogenblik zo. De eerste vijf ploegen scheelt niks. Ik heb het al over SHO, dat moest naar Honsensdijk. Dat is natuurlijk ook geen makkelijke wedstrijd op voorhand om daar te gaan spelen. Maar ja, ze doen toch wat je moet doen om een periode te pakken. 0-3. En dat zie je de mannen van Piet Boon. Heel goed begonnen als debutant. Ja, daarna is het wel wat moeilijker gegaan. Ja, het is inderdaad een goede start gegaan. En je ziet nu dat ze toch wel terugvallen. En ze zullen nu wel een beetje tijd moeten keren, Honsensdijk, om voor te zorgen dat ze na twee promoties in de laatste drie jaar achter de rug gehad hebben, dat ze niet te snel nu weer terugzakken. Ze moeten hun niveau van de eerste wedstrijden weer terug zien te pakken. Tegen SHO verliezen is geen schande. Nee. Dat is koploper die natuurlijk een heel goed team heeft. Dus daar moeten ze niet al te veel consequenties aan verbinden. Maar goed, ze zullen de draad weer op moeten weten te pakken. Want het gaat even wat minder dan dat ze gewend waren. Ja, goed. Een ander debutant die haar pakte een punt thuis. Gaan wij naar de hoofdklasse. FC Schravenzande, dat doet het ongelooflijk goed. Ja. Nu winnen ze weer met grote cijfers van DFS. Die wonnen laatst nog bij Noodorp uit. Er zat Noodorp weliswaar onderaan. Maar goed, Schravenzande scoort wel heel erg makkelijk. En kan de Volendam nog steeds fantastisch volgen. Het is natuurlijk fantastisch wat er neergezet wordt. Ze hebben 35 goals gemaakt in 11 wedstrijden. Ja, dat is bijna een gemiddelde van meer dan 3. Ja, dat is natuurlijk echt de uitschieter naar boven. Alleen de koploper heeft 2 goals meer gemaakt, maar de rest dat komt in veel wegen niet te zien. Terleden is de nummer 3 geloof ik, staat al op 5 punten. Die staan op 5 punten, ja. Ik heb trouwens begrepen dat Schravenzande, daar is verleden week ook de jaarvergadering geweest, maar nu voor het eerst werken met een begroting van boven 1 miljoen euro. Ja. Zo. Maar dat heeft ook met te maken dat zij. Dat zal niet vreemd zijn, maar ook, dat heeft niks niet alleen met de selectie te maken. Zij hebben natuurlijk wel 4 of 5 mensen in vaste dienst. Ze hebben heel veel trainers en technisch coördinator. Trainingsmanager hebben ze volgens mij. Trainingsmanager hebben ze lopen. Ja, ze hebben iemand voor de niet-selecties. Dus het geeft wel aan dat ze daar heel goed bezig zijn. Ja. En belangrijk ook wat ik net zeg, dat ze ook voor de niet-selectie ook iemand hebben lopen die ook daar professioneel mee bezig is. En professioneel iemand ook voor de commerciële zaken. Dus wat dat betreft, dat kost geld en daarvoor moest wel de contributie omhoog. En daar heeft het bestuur wel even voor moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Ik dat zeker. Een jaar of 10 geleden de basis heb gekregen al. Dat was bij de rood-witte. Dat is één onderdeel natuurlijk van ze. Dat zou best kunnen. Ja, dat zeg goed, Volendam dat speelde thuis tegen de Hekkensluiter. Nummer 1 tegen de nummer laatste Noodorp. Op voorhand wisten we dat ze het moeilijk zouden krijgen. Ja, goed. Een verrassing zat er niet in. En eigenlijk vrij kansloos natuurlijk daar ten onder gegaan. En ze staan nu 10 punten achter op een veilige plaats. Moeilijk, we zien gewoon Noodorp dadelijk
gewoon na één seizoen alweer vertrekken en weer teruggaan naar de eerste klas natuurlijk. Dus ja. Ik denk dat het een heel moeilijk jaar wordt en dat ze dadelijk het tweede seizoen zelfs zich een beetje moeten richten, ook op het nieuwe seizoen. Dit wordt een heel moeilijk jaar voor Nodoorn. Jammer. Ja, heel jammer. Want we hadden graag wat regioploegen natuurlijk ook in die hoofdklasse willen zien zitten. Zonder meer. Dat brengt ons dan bij de tweede divisie. En als we praten over verrassing, dan denk ik toch ook wel. Alhoewel, het zat natuurlijk, zoiets zit altijd aan te komen. De wedstrijd VVSB tegen Scheveningen. VVSB, nieuwe trainer, Erik Meijers. Hè, ja. De man die heel populair is geworden op tv met een aantal... Had geen kutkeeper had hij. Keeper, nee, dat werd ook aangekondigd in een groot spandoek bij VVSB. De pers kon er niet zo gek veel van. Maar ze winnen wel van Scheveningen. Precies, en hij lag ze natuurlijk rot. Want ja, het is toch wel lekker als je als trainer daar binnenkomt en je hebt al zoveel publiciteit gehad door die documentaire van hem. Ja, en hij wint dan. Dan laat je toch een lange neus naar iedereen toe. En Scheveningen moet zich toch wel wat zorgen gaan maken nu. Want ze scoren toch erg moeilijk op het ogenblik. En ik weet wel, er zit weinig puntenverschil tussen de 15 erboven, 1 of 2 punten verschil. Nee, Scheveningen heeft wat op, heeft nog wel, als je een wedstrijd wint, stuit je snel aan met de onderkant van de middenboot. Dat bedoel ik, maar het moet wel een keer gaan gebeuren natuurlijk. En ze hebben een moeizame periode op het ogenblik. Ja, nou goed, Hans, we gaan zaterdag uit naar Rijnsburgerspoor. Dat is natuurlijk ook weer niet de makkelijkste. Nee, nou, het is wat René zegt, het moet wel een keer gaan gebeuren. Nu zit je nog zo kort in de competitie dat je iedere overwinning nog aansluiting hebt of dat je er weer bij zit. Als je nog 2 wedstrijden verliest, dan overbrug je dat niet meer. En dan wordt het groter en dan wordt het iedere week zwaarder. En dan gaat iedereen twijfelen aan zichzelf. En ja, goed, dan vallen de punten ook niet automatisch binnen. We gaan afwachten wat het allemaal gaat worden. Dit was in ieder geval de terugblik op het zaterdagvoetbal. Volgende week zijn we er weer. Gaan we het volgend weekend terugblikken. Dank voor uw aandacht. En heren, bedankt weer voor jullie analyses.